In de Nederlandse kunstwereld is hij nog een onbekende. Maar aan de andere kant van de wereld, in het Chinese Shanghai, is dat wel anders. Kunstenaar Peter Riesebos is er razend populair. Ja, in Shanghai is het gekhuis, zeg ik wel eens. Ontzettend veel nieuwe grote shows gedaan, zowel recentelijk als al een tijdje terug. So here I have a clear vision about being influenced because of China. Riesebos, die ook werkt op een universiteit in de stad, woont er nu ook. Een van zijn hoogtepunten was een grote kunstexpositie tijdens het Chinese nieuwjaar, waar miljoenen mensen op afkwamen. Dat wordt gepromoot. En dan zeggen ze van ja, er komt heel veel bij kijken. En dan denk je, ja, dat hoor je al vaker. En dan sta je daar in dat gebied. Ik denk dat er minimaal 200 vlaggen hingen met mijn naam erop en mijn handtekeningen en mijn ontwerpen. Billboards van 10 bij 2 meter. Nou, dat is wel vrij heftig dan. Wat denk je dan? Nou, ik was er zelfs een beetje geëmotioneerd door in de taxi terug. Dat ik dacht van, jemig, kijk dit knulletje uit Harderwijk in dat kleine jochie uit Nederland. In één keer hier geconfronteerd worden met dit. Ontzettend veel interesse in kunst in Azië. Die hele markt is natuurlijk gigantisch booming daar. Vanaf jongs af aan wordt creativiteit meer en meer meegegeven. Ook een beetje vanwege het feit dat dat in het verleden veel minder was. Maar wat er nu allemaal gebeurt, had ik natuurlijk nooit kunnen voorspellen aan de voorkant. If you look very closely, you can see a lot of different types of grey. Kun je aangeven waarom jouw kunst daar zo populair is? Waarom dat zo aanslaat? Wat je in ieder geval merkt is dat mensen geraakt worden door de kleurintensiteit. Dat men eigenlijk altijd aangeeft van er zit een soort beroering in. Maar het lastige is dat hoor ik eigenlijk hier in het museum ook wel weer als we een opening hebben. Dat mensen zeggen ja, het spreekt heel erg. Wordt jouw populariteit in China, in Shanghai, nu ook in Nederland, in de Nederlandse kunstwereld opgemerkt? In meerdere mate, ja. Dat duurt altijd even. Hè. In Nederland vinden we het soms ook wel eens spannend als mensen een beetje hun kop boven het maaiveld uitsteken. En soms grap ik wel eens van, ja, ze kunnen er op een gegeven moment niet meer doorheen als we heel hard op de deur van de kunstwereld aan het bonken zijn. Maar in meer en meerdere mate merk ik dat mensen mij ook benaderen, ook kunstenaars die me benaderen of galleries. En ja, dat vind ik natuurlijk kicken. Ik bedoel, ik kom uit Nederland, ik hou van Nederland. En ja, om een stukje erkenning ook in Nederland te krijgen voor je werk vind ik zelf heel erg belangrijk. Wat ik wel hoop is ooit een keer in dit prachtige gebied, hè, we staan wat mij betreft in het epicentrum van de Nederlandse kunstwereld, het hart van de kunst hier in Amsterdam. Museumplein. En als mijn werk ooit in het Stedelijk komt te hangen, ben ik een heel gelukkig en trots man. Werk van Riesebos is trouwens ook dichter bij huis te zien. Tot januari 2017 hangt een groot deel van zijn werk in het Stadsmuseum Harderwijk.